Hallo kijkers, welkom vanuit de hervormde kerk in Redemuiden. U ziet het orgel achter mij staan. We zijn hier bij de oefenavond van de Bovenstem. Een oefenavond die 4 keer in het jaar gehouden wordt. En vandaag gaan we oefenen voor Urk. Wat we op Urk gaan doen, vertelt Arend Boy mij straks. Want ja, ik mocht er niet te veel over vertellen. En wij zijn vanavond hier om te gaan oefenen met elkaar. Wat we oefenen en wat we allemaal doen. Arend vertelt ons alles van straks. Verder nog even een dingetje nog om te zeggen. Arend Boy speelt straks nog Psalm 68 met bovenstem. Instrumentaal, dus zonder de mens, maar met het orgel alleenig. Nou ja, hij heeft mij kippenvel wel bezorgd. Hij heeft het alvast opgenomen voor ons, wat wij heel fijn vinden natuurlijk. En ik wens u veel kijkplezier en tot straks.
Ik sta hier bij Arend Boy, kerkorganist van de hervormde kerk te Geedemuiden. En tevens ook de bovenstemorganist, zoals ze dat noemen. Al bijna 43 jaar mag hij het orgel hier bespelen in de kerk. En ook met de bovenstem de laatste jaren. Arend, de bovenstem, wat betekent dat voor jou? Nou, dat is iets wat ik al jaren doe. En dat hangt een beetje aan mij, als het ware. Ik ben ermee groot geworden, ik ben ermee opgegroeid. Ik heb de psalmen op muziek gezet die geschikt zijn voor de bovenstem. Er is een boek verschenen, dus Arend Boy en bovenstem. Dat is een klein huwelijk. Als ik mijn vrouw niet voor de voeten loop, dan zegt ze, nou, je bent met de bovenstem getrouwd, maar dat is niet zo hoor. Oké, en dan heb je nou zo'n bovenstemavond. Wat houdt het eigenlijk in? Nou, we gaan dan een aantal psalmen gaan we oefenen. En dan is dat soms met een specifiek doel. En het is dit keer vanavond gebeurd met het oog op een avond, een zangavond op Urk op 5 maart. En dan zijn we vanavond voor aan het oefenen geweest. En daar hopen wij naartoe te gaan met onze mensen die dus zich daarvoor opgeven straks. Psalmen met bovenstem. Kun je alle psalmen zingen met bovenstem? Nee, de meeste psalmen eigenlijk niet. De psalmen die geschikt zijn, dat noemen ze de majeur, de blijde psalmen, grote tets, toonsoort is dat, majeur. En dat zijn de bekende psalmen 84, 108, 42, 43. Dat zijn bekende psalmen die dus spontaan met een bovenstem gezongen kunnen worden. En de boetepsalmen, dus die dan in een droevige toonsoort, mineur toonsoort noemen ze dat, voor de mensen die dat een beetje snappen, de muzikale termen, die kunnen niet met bovenstem gezongen worden. Oké, dan heb je dan hier zo'n bovenstemavond. Hoe vaak in het jaar wordt eigenlijk zo'n avond gehouden? Het is per kwartaal 1 keer. Dus 4 keer in een jaar gaan we dus dit organiseren voor de regio. Oké, voor de regio komen er dan ook mensen uit andere dorpen, omliggende steden, noem maar op, uit Zwolle of waar dan ook? Ja, er zijn dus bezoekers die komen uit Roveen, Staphorst en uit Amersfoort heb ik wel eens bezoekers gehad. Ik heb ook wel soms een mail die ik ontvang en dan vraagt men wanneer is de volgende oefenavond of een telefoontje. En dan komen ze ook soms uit Emmen, heb ik wel eens mensen hier gezien, gesproken. Dus het kan een beetje regionaal zijn, IJsselmuiden, Kampen. Dus het is een regionaal gebeuren, want de bovenstem is landelijk bekend en Geedemuiden staat erom bekend vanwege het feit dat de bovenstem op de lijst staat van cultureel, immaterieel erfgoed. En dat is toch wel wat bijzonders. En ook de biezen op de stoelen, het biezenmatten is ook op de lijst terechtgekomen sinds oktober vorig jaar. En de bovenstem heeft hier zijn oorsprong, zo'n 150 jaar geleden. De bakermat, zegt men altijd, die ligt hier in deze kerk min of meer. En vroeger had je ook de biezen op de vloer hier voor de preekstoel liggen, symbolisch ook. En ja, tijdens de biezensnijden hier, een kilometer of 5 vandaan op het Zwarte Meer, in vroegere tijden, tijdens de biezensnijden, is dan die bovenstem min of meer vandaar hier naartoe de kerk ingekomen. Dus ja, dit is de kerk. En dan komt men hier naartoe. Men wil het toch een keer meemaken. Ja, en wat is de omkomst? Heb je een beetje goede opkomst hier? Of? Nou, we zijn in 2008 begonnen. Ook met het oog om de bovenstem te bewaren voor het nageslacht. Een traditie die moet dan ook doorgegeven worden. Ik zal een keer stoppen en dan moet het ook overgedragen worden aan toekomstige organisten. En de bovenstem aan toekomstige zangers. Dus in 2008 zijn we begonnen en toen was het echt een goede opkomst. 150 mensen zijn er wel eens geweest. Nu kan het zijn dat er 75 komen. Het ligt ook een beetje aan de weersomstandigheden. En dan zijn we er wel tevreden mee. Oké, ik hoorde al iets van een zangavond. Ik had ook al begrepen, op 5 maart gaan we naar Urk. Ja, iedereen had het erover. Maar wat gaat er gebeuren op Urk? Ja, er wordt een psalmzangavond in de Ichterskerk georganiseerd. Op Urk, moet ik altijd zeggen, van de Urkers. En het is dan met het nieuwe Bogaard-orgel als begeleidingsinstrument. Een splinternieuw orgel, het is nog geen 2 jaar oud. En Pieter Rijkoop zal dat bespelen, landelijk bekende organist. Die neemt ook zijn de potters mee uit Gele Nederland.
En dan gaan we daar dus een zangavond doen met de bekende psalmen. En dan, ja, dan gaan dus de tapijtmensen, Geenemuiden is de tapijtstad van Nederland. De tapijtmensen gaan dus de bovenstem brengen naar Urk. Dat zijn de vissers. En dat moet een hele mooie avond worden, denk ik. Ik ben er erg nieuwsgierig naar, zie eruit. Oké, okay, en kunnen mensen zich opgeven voor deze avond? Of wat moeten ze daarvoor doen? Nou, ze moeten dus de pers in de gaten houden. Dus dat kan dus de schrijvende pers zijn de komende weken. En ook de website. We hebben een website, bovenstemgeenemuiden.nl. Daar zal dus informatie op verschijnen. Hoe wij gaan organiseren dat de mensen daar naartoe kunnen. Met carpooling bij elkaar in de auto. Diegene die niet mee kan, kan bij een ander wat meer rijden enzovoort. Dat komt allemaal wel in de pers. Er komen posters en de publiciteit gaat de komende weken op gang komen. Oké, okay, ja. U hoort het dus van de psalmavondzang. De psalmzangavond, moet ik eigenlijk zeggen, op Urk. En het belooft heel mooi te worden. Samen met Arend sluit ik hier af in de hervormde kerk. Hou dus de website in de gaten, bovenstemgeenemuiden.nl. En in de media, bremen.net, geenemuidenactueel, gellemuun.nl. U zult het allemaal wel zien. Er zal nog meer informatie komen over deze avond. Vanuit de hervormde kerk hier in Geenemuiden sluiten wij af. Dank voor het kijken en graag tot de volgende avond.